Het is vandaag Koningsdag. Maar we gaan lekker niks vieren, want dat mag niet. ja, het is wel echt Koningsdag vandaag. Het is vandaag maandag. Oh, ik overbelicht. Maar het is vandaag dus de laatste dag volgens mij dat het een beetje lekker weer is. Dus ik ga nu dit kastje schuren. Of nou, alleen de bovenkant. Want alleen de bovenkant ziet er een beetje lelijk uit. En dat stoeltje die ik van de week al heb geverfd, maar wat niet helemaal mooi is geworden. Dus die ga ik opnieuw schuren en dan ga ik die verven. En dan straks ga ik mijn kamer verven. Maar ik moet even van mijn vader daarmee wachten, want ja. Oké, het kastje heb ik nu helemaal geverfd. En ik ga nu het krukje verder. Oké, beneden heb ik nu alles geschilderd. Dat kastje is opnieuw groen en het stoeltje is groen. Alleen nog nu nog eventjes drogen. Dus ik ga vast beginnen met de muur wit te schilderen. Ik heb de vloer afgeplakt. Ik hoefde de rest van mijn vader niet af te plakken, omdat ja, het wordt toch allemaal wit. En het is al, de helft is al wit. Dus daar ga ik nu mee beginnen met de eerste laag. En hoop ik vandaag ook de tweede laag te kunnen doen. Want ik weet niet of het in één keer gaat dekken. En dan wil ik eigenlijk gewoon vandaag mijn kamer af hebben. Want ik word helemaal gek van deze bende. Ik word er ook helemaal zo grijnig van. Maar oké. Ik ga verven. En ondertussen goede tijd kijken. Trouwens, ik heb er toch voor gekozen om mijn kamer wit te verven. Omdat, ja, ik weet niet. Ik dacht, voordat ik straks weer van gedachten ga veranderen, ik doe het gewoon lekker wit. Dat is gewoon lekker basic. En dan kan ik qua kussentjes en dingen in mijn kamer daar een beetje kleuren mee gaan doen. Maar mijn muur wordt dus gewoon wit. De muur is soort van af. Hij is nu wel helemaal wit. Kijk, er zitten nu twee lagen op. Ik zal het even een beetje van ver af zien. En hij gaat nu opdrogen. En misschien dat er nog een paar kleine vlekjes zitten. Maar ja, we vinden het op zich wel prima zo. Kijk, hij lijkt wel iets blauwiger dan de echte witte muur. Nu op camera lijkt het trouwens nog erger. Maar het valt op zich wel mee. Dus ik ga nu de troep hier zo ga ik eventjes opruimen. En dan na het eten kan ik mijn bed weer terugschuiven. En hier tussen trouwens dat randje gaat mijn vader nog kitten. Dus dat zie je straks niet meer. Het was zo moeilijk om dit goed te verven na één laagje. Eerst laagje duurde sowieso vet lang. Kijk, mijn outfit ook. Helemaal onder de verf. Maar het duurde super lang voordat de eerste laag klaar was. Toen dekte het echt voor geen reet. En het leek echt wel alsof dat behang heel veel verf op zoog of zo. Maar ja, het is nu klaar, dus ik ga het even opruimen. En ook even de vloer schoonmaken, want daar zit heel veel verf op. Oké, jongens, mijn kamer is eigenlijk zo goed als af. Er zijn nog een paar kleine dingetjes, maar dat gaat denk ik morgen voornamelijk gebeuren. Maar ik zal het even aan jullie gaan laten zien. Kijk, nou, mijn kastje die heb ik natuurlijk helemaal opnieuw geverfd, de bovenkant. Dus die ziet er weer lekker schoon uit. Ik heb dus van die pamgras dingetjes besteld. Dus ik wil nog een leuk vaasje om dat hier dan zo leuk neer te zetten. Nou, mijn bed, daar wil ik binnenkort eventjes nog wat extra leuke kussentjes voor hebben. Dus een tv-kijkkussen, dus die hoort er eigenlijk niet. Maar zo. En ik wil hier op de muur nog wat leuke dingetjes. Dan is dit de witte muur. En je ziet er nog een beetje een gek randje, maar mijn vader gaat dat morgen dus nog kitten. En aan die kant ook. Dan heb ik hier mijn ringlamp staan. En hier heb ik hoe noem je dat? Een boeddha en mijn spietsen van vroeger. En hier nog een doos en wat kralen.
Nou, hier mijn spiegel. Mijn spiegel moet ik alleen nog wel even schoonmaken. Mijn kleedje heb ik weggedaan, want die was echt helemaal lelijk geworden. Dus ik wil eigenlijk juist een leuk groot kleed voor hier. Daar ben ik nu een beetje voor aan het kijken. Nou, dan dat krukje, die heb ik ook groen gemaakt. Met mijn kwastenspiegel en mijn make-up tasje. Deze dozen, die moeten morgen eventjes op de post. En dit moet weer mee naar mijn moeder, want hier zit allemaal gel dingen in. Ik heb trouwens mijn gellak eraf gehaald gisteren. Want ja, ik kon er toch maar niet aan wennen aan die felgekleurde kleurtjes. En die verschillende kleurtjes, ik ga het morgen eventjes opnieuw lakken. Ja, deze stoel met deze dingetjes, die moeten naar het grof vel. Dus dat is binnenkort ook weg. En voor de rest is dit allemaal gewoon nog hetzelfde. Maar ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. Maar wat ik nu dus ga doen, want ik wilde eigenlijk eerst gaan douchen. Maar ik dacht van, misschien is het wel leuk om die zelfbruiner die ik laatst van Bondi Sands heb ontvangen om te gaan proberen. Dus ik heb mijn armen en mijn benen een beetje verfvrij gemaakt. Ik twijfel of ik mijn hoofd ga doen. Ik vind dat wel spannend hoor. En ik moet ook even kijken welke ik dan ga gebruiken. Want ik heb gewoon de oude die ze zeg maar al hadden. Of de nieuwe formule. Ik ga even kijken. En ook even kijken hoe het werkt. Want ik ben echt een idioot. Oké, dus ik moet het er dus op doen. En maximaal 6 uur laten intrekken. Ik ga er denk ik niet 6 uur op laten zitten. Maar oké. Maar wat is dan... Want ik heb verschillende dingen ontvangen. Ik heb light medium. Self-tanning foam. En dit is ultra dark. Ik denk dat ik op mijn benen en mijn armen ultra dark ga doen. En op mijn gezicht light to medium. Want ik ben anders echt bang dat het echt te donker wordt. Dus oké. Handschoentje. Ik heb trouwens geen dagcreme op of iets. Of... Oké, ik ga denk ik beginnen met mijn gezicht. En ik heb dit echt oprecht al 1,5 jaar niet gedaan. Dus ik moet echt eventjes uitvogelen hoe dit gaat. Oké, spons. Even mijn haar wat beter vastmaken. Ook dat dit blijft staan. Jullie staan nu tussen mijn kasten. Oké. Ik ga denk ik maar gewoon op de handschoen doen. Oh, ik hoop zo dat dit goed gaat. Het ruikt wel lekker. Oké. Dus misschien een beetje veel. Oh, wat ga ik doen met mezelf? God, jongens. Ik lijk wel een chocolaatje. Ik doe het toch helemaal aan mijn haar. Ik weet helemaal niet of dat wel moet. Dit kan toch niet goed zijn? Oh, wat erg. Ik leek wel een wortel. Oh, het valt nu gelukkig wel mee weer. Volgens mij... Oh, op camera lijkt het echt nog erger. Besef dat ik dit vroeger dus nooit eraf was. Hè? Dat ik dit gewoon zo liet zitten. Ik dacht dat dat goed was. Oké, mijn nek is wel echt... Oh, wat erg op de camera. In het echt is wel wat minder erg volgens mij hoor. Oh. Nou, ik denk dat ik op mijn benen ook maar gewoon die light to medium ga doen. Maar... Ja, in het echt valt het op zich wel mee. Maar ik moet eventjes mijn nek meenemen. Ik ga eventjes mijn shirt uitdoen. Want ik heb nu allemaal vlekken in mijn nek. Dat is niet helemaal de bedoeling. Oké, misschien moet ik eventjes ietsjes minder doen. Oh, mijn ketting, kut. Hart is rondom mijn mond heel gek of zo. Laat trouwens eventjes weten wat jullie eigenlijk vandaag zouden gaan doen op Koningsdag. Daar ben ik wel benieuwd naar. Oké, ik ga gewoon maar door met mijn armen gelijk. Als we nu toch zo lekker bezig zijn.
Kut, het zit op de vloer. Nee, dat is niet de bedoeling. Sommige mensen doen, had ik dus gezien. Ik heb namelijk wel net wat video's gekeken voordat ik dit ging doen. Ik dacht, laat ik slim zijn. Sommige mensen die doen het dan ook nog extra hier. Zodat ze dus ja, nog meer die schaduw hebben. Oké, dan ga ik nu mijn benen doen. Voor mij doe ik ook echt veel te veel iedere keer. Maar oh ja, mijn benen maken het toch niet zo uit als die. Oké, ja, hier zie ik wel aardig wat verschil. Ik weet niet of jullie iets kunnen zien. Maar hier zie ik wel wat verschil. Nou, niet dat ik op mijn gezicht geen verschil zie. Want het lijkt net of ik een paar weken in Italië heb gezeten. Was dat trouwens maar zo. Maar goed. Ik denk dat het zo wel goed is, mijn benen. Armen ook wel. Die zijn al aardig bruin. Oh my god. Ik ga dus misschien deze week foto's maken met Rosa nog eventjes. Ergens, maar ik hoop dat het er dan een beetje mooi uitziet. Wel weer gewoon. Maar het zal wel zo goed komen. Zal ik nog een beetje in mijn gezicht doen? Zal ik dat gewoon even niet doen? Oh, ik heb nog een witte stip op mijn elleboog. Nou, nu is het wel heel bruin mijn elleboog. Maar oké. Oh, daar zit ook nog verf. Leuk. Ik mijn handen een beetje meenemen ook. Oké, dit is denk ik wel een beetje genoeg zelfruim voor vandaag. Ik ga het... Ja, we gaan over een kwartiertje eten volgens mij. Dus ik laat het gewoon eventjes intrekken nu terwijl we gaan eten. En dan... Ja, ik denk dat ik het eventjes 2 uurtjes in laat trekken of zo. Ik weet niet hoe laat het nu is. Mijn telefoon zoeken. Maar ik denk dat ik het eventjes 2 uur in laat trekken. Oh mijn god, op de camera lijk ik wel... Heel donker. Wacht, ik ga even een goede belichting zoeken. Ja, zo valt het op zich wel mee. Het lijkt gewoon alsof ik op vakantie ben geweest. Wacht, ik ga het in de spiegel aan jullie laten zien. Maar ik ben wel blij dat ik die donkere niet heb gekozen. Dat kan ik altijd nog een keer doen natuurlijk. Maar voor nu vind ik deze wel vrij heftig. Hoe gaan we eruit doen deze zomer? Ik ga douchen. Ik hoop dat dit eraf gaat. Ik vind het best mooi. Oh, mijn hoofd. Ik hoop dat dit eraf gaat. Het is niet echt wit. Nee, dat vond ik dus ook al. Het is niet wit. Dit is toch dit is heel anders. Ja. Ik denk dat dit is 9010, denk ik. We moeten nog even... Dit is 9011. Je ziet het ook, want je bent natuurlijk. Als je met die grote rollen langs die zijkantjes haalt, ja. Je ziet zeg maar zo'n hele lijst die je hebt getrokken. 9001 moet ik halen. En dan nog een keer. Ja. Nou, dat ben ik er niet hoor. Ik heb gedoucht en zoals je kunt zien, is het gelukkig goed gekomen. Maar volgens mij, ja, ik zie niet zo heel veel verschil. Misschien dat ik het morgen nog een keertje ga doen. Want ik heb het nu maar een uur in laten trekken. Omdat ik bang was dat het echt knal oranje zou worden. Dus misschien dat ik het overmorgen of zo nog een keertje doe. En dan wel lang in laat trekken. Ik heb net mijn nagels gedaan. In deze felroze kleur. Hij heet Coral Pink. Ook van Pink Shellac. Maar ik zei al dat ik aan die regenboog niet echt kon wennen. Dus dat er af had gehaald. Maar ik wil dit er wel echt proberen 2 weken op te laten zitten. Want ik haal het er iedere keer na een paar seconden al ervan af. Maar dat dus... Eigenlijk. Ik ga nu eventjes Temptation Island verder kijken. Vlog bewerken. En dan gaan Miu en ik daarna samen Ex on the Beach kijken. Zo, dat is de planning. Wij gaan lekker slapen. Of nou nog eventjes op ons telefoon denk ik. En dan gaan we slapen. En ik ben heel blij dat mijn kamer eindelijk af is. Of nou, morgen gaat mijn vader nog die rondjes kitten. Maar het verf is klaar. Dus ja. Morgen.